Vandaag wil ik jullie wat laten zien over de techniek van de truck. We beginnen hier vooraan. We hebben een front truck. En hiervoor dan een chassis, wat een box chassis is. Daar zit een stuurhuis. Zit helemaal op de kop van een chassis. Die wordt hier overgebracht en gaat hier de cabine binnen. Nou, we hebben voor mijn truck met een neus gekozen. Normaal bij de front truck zit je hier boven het wiel. Dan zit je precies boven de schokbrekers die hier zitten. En dan krijg je gewoon meer klappen als dat je met een neus rijdt. Met een neus staat de cabine verder achteren. En mijn stoel die staat hier, precies bij mijn naam. Dus je ziet het al, hier zit het punt waar ik de klappen krijg. En die worden veel meer verdeeld als dat je boven het wiel zit. Verder hebben we op deze truck cabinevering gebouwd, zodat we nog meer comfort in de truck hebben. Nou, dan lopen we verder naar achteren. Hier hebben we de dieseltank. We hebben 850 liter brandstof aan boord. Daar kunnen we een proef van 500-600 kilometer mee rijden. Dan gaan we verder naar achteren. Dan hebben we de radiateur zitten. Daar zitten 6 koelers op. En die blazen de hitte, de warmte door naar achteren. Wat vrij is, zodat het achterweer kan verdwijnen. Daarboven zitten de oliekoelers. Dat zijn een oliekoeler voor brandstofkoeling. Koeling voor het stuurhuis. Dat wordt daar gekoeld. Dan lopen we verder door naar achteren. Dan komen we weer bij de achterschokbrekers. We hebben dus een veerpakket met daarbij schokbrekers. Die het geheel afveren en stabiel maken. Nou, als we verder naar achteren lopen, hebben we hier 2 reservewielen met banden. Die kunnen middels deze klep, die een onderdeel is van het chassis, kunnen we deze openklappen, kunnen we hem eruit rollen en kunnen we heel snel banden wisselen. Dus we een lekker band hebben. We hebben de laatste keer voordat we gingen naar Dakar getest en waren we 7 minuten mee bezig. Verder zitten daar nog luchtketels die de hele truck voorzien van lucht om de boel goed op druk te houden. Hier hebben we kisten met gereedschap. Daar zitten onder andere de luchtkussens in. Waar we de auto de truck mee omhoog kunnen pompen. Als we een lekker band hebben. De ratelram met een luchtaansluiting. Zodat we heel snel kunnen werken. Dan komen we aan de andere zijde. Die is in principe identiek. We hebben weer de gereedschapkist. De dieseltank die ook aan deze zijde zit. Hier heb je een hoofdschakelaar waar we het hele circuit van stroom kunnen voorzien en uitschakelen. Dan komen we weer aan de voorzijde met hier het middelpunt voor de navigator die aan deze zijde zit. En komen we hier weer terug voor waar ik nog wat over vertellen kan, dat de intercooler die ligt hier voorin. Verder hebben we hiervoor ook cabinevering zitten, dat we niet alleen naar beneden de cabine afdempen, maar hij kan ook 5 centimeter naar voren kan die inveren. Dus als je landt meestal schuin in een gat, dan kan die 5 centimeter inveren. Nou, tot zover de informatie over de truck. En ik hoop jullie de volgende keer weer wat anders te vertellen.